Ik ben Sandra van Dorsten en ik zit namens het CDA in de gemeenteraad. Ik ben gekozen bij de laatste verkiezingen, dus ik ben een van de nieuwkomers. In dagelijks leven ben ik docent bij de Saxion-opleiding in Deventer. En opleidingscoördinator van de opleiding toegepaste psychologie. In hoeverre helpt de vakkennis van uw beroep met het raadswerk? Voor mijn huidige werk lees ik ook veel. Ik zit ook in de academieraad van onze opleiding. Als raadslid moet je ook best veel lezen. De kern eruit halen. Dat heb ik in mijn werk al veel gedaan. Dus daar merk ik dat ik ook veel profijt van heb bij het lezen van de stukken. En ja, gauw tot de kern komen. Daarnaast vraagt mijn werk ook wel veel dat ik netwerk, dat ik verbindingen leg tussen mensen. En dat gebeurt ook in het raadslid. Wij moeten de verbinding leggen met de inwoners. Hè. Ook als CDA-fractie vergaderen we op locatie. En dan hebben we daarvoor ook een inloopmoment voor de burgers om hun dingen naar voren te brengen. Ik ben ook best vaak actief betrokken bij dingen die gebeuren in de stad, om daar mijn gezicht te laten zien. En dat doe ik ook in mijn werk. Dus dan merk ik ook, dat gaat me als raadslid dan ook makkelijk af. En ik heb er in mijn werk plezier in. En ook als raadslid. Dus ik doe dit werk met heel veel plezier voor de stad Almelo. En daarnaast ben ik hier in Almelo betrokken bij de protestantse kerk Noach, waar ik diaken ben. Dus ik doe ook allerlei dingen in het leven naast de raad op dit moment. Wat is de reden dat je je verkiesbaar hebt gesteld voor de gemeenteraad van Almelo? 11 jaar geleden ben ik als eerste bewoner in Almelo Noordoost gaan wonen. En toen kwam de crisis en toen bleven de kavels leeg. En toen zijn we met een aantal buurtbewoners actief in de wijk aan de slag gegaan om er toch wat van te maken. Zo mochten de schapen grazen op de lege kavels. We hadden een bijenlint ingezaaid en we telden vlinders voor de Vlinderstichting. We hebben allerlei dingen gezaaid, als leuke zaaimengsels en zonnebloemen. En zo met elkaar je wijk opfleuren, met elkaar bezig zijn, dat gaf me heel veel energie. En ik dacht, dat kan breder. Dat kan ik ook niet alleen in mijn eigen wijk, maar wellicht ook voor heel Almelo doen. En zodoende dacht ik, dan is het stapje om me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad gezet.